Suriname heeft in de maand december de traditie van veel vuurwerk afschieten. En voor de pandemie reisden er zelfs toeristen speciaal af naar ons land daarvoor. Het vorig jaar veranderde de situatie drastisch en zagen veel vuurwerkverkopers hun omzetten dalen. Daar hopen ze deze twee weken verandering in te zien. Office manager Donovan Moncherie van Carline, die inmiddels ook al jaren vuurwerk verkoopt, zegt in gesprek met onze redactie te hopen dat de pandemie dit jaar geen invloed zal hebben op de verkoop. Zoals ik zei, met COVID is het dan ook een beetje moeilijk om te kijken hoe eigenlijk de samenleving uit gaat geven wat betreft vuurwerk. We hebben wel nog opgemerkt dat er nog steeds heel veel enthousiasme is. De reden waarom ik dat zeg, klanten waren al langs geweest om te vragen van gaan jullie van het jaar nog vuurwerk verkopen? Wanneer gaan jullie van start met vuurwerk? Dus de enthousiasme is er nog bij de klanten. Ik denk pas wanneer de dag is aangebroken, dan gaan we dan eigenlijk zien hoe eigenlijk de vuurwerkverkoop zal gaan. Ondanks de verkoop van vuurwerk minder wordt, vindt Moncherie dat dit toch wel noodzakelijk is. Bij het afsluiten van een jaar wordt er vuurwerk. We zijn al een beetje gewend aan het vuurwerk. Je hebt het heel jaar door gehad. Het is de jaarwisseling. We zijn allemaal gewend om toch wel een jaarwisseling op een feestelijke manier af te sluiten. En vuurwerk hoort toch erbij. Als de situatie van het land bijvoorbeeld een beetje moeilijker is geworden, merken we op dat misschien de verkoop een beetje minder wordt, maar de verkoop vindt nog steeds plaats. En we denken wel dat het, we zijn positief, dat het wel goed zal gaan. De periode voor het verkopen en het afschieten van vuurwerk is dit jaar gesteld vanaf maandag 27 december 2021 tot en met zaterdag 1 januari 2022. In verband met de start van de periode zal de brandweer op dinsdag 28 december een rondmars houden in de binnenstad, waarbij zij flyers zullen uitdelen en een demonstratie zullen geven over vuurwerkgebruik.